Hallo, ik ben Kees Akerboom en ik wil jullie ook graag uitnodigen, net als Jan Dekker, op 6 april om de reunie te maken, bij te wonen van die roemruchte wedstrijd en de Europa Cup 2 finale. Jan Dekker heeft al wat namen genoemd, ik wil zeker ook wat namen noemen. Bijvoorbeeld Buffy Kirkland, weten jullie die enorme dunk nog, waardoor de Vinkenkamp ontplofte en wij dus ineens in een Europa Cup 2 finale staan. Dat kwam allemaal niet vanzelf. We hadden toen een rookiecoach, Tom Boot genaamd. En die wist waarschijnlijk ook niet helemaal wat hem overkwam. Maar we hebben toen wel mooi die Europa Cup finale samen met hem behaald. Ook wil ik niet Rob van Essen vergeten. Rob die ook in de verlenging nog 2-3 belangrijke schotjes nam en maakte. Waardoor we ook dus dat verschil maakten om die finale te bereiken. En natuurlijk John van Vliet. John van Vliet die bijvoorbeeld in 2 wedstrijden meer charges nam dan ik in mijn hele carrière. Dat was dus ook een eentje die er echt bij hoorde. En verder wil ik dan ook met jullie terugkomen op die fantastische wedstrijden in de Vinkenkamp. Waar dus dingen gebeurden waar ik wel graag over wil praten, maar dat nooit meer mag gebeuren. Bijvoorbeeld dat biggetje met zeep ingesmeerd die over het veld zeilde. En die auto van Mitchell Platen die ineens in plaats van op zijn 4 wielen stond, ineens op zijn kop lag op de parkeerterrein van de Vinkenkamp. Of die enorme hoeveelheden papiersnippers die jullie altijd op het veld gooiden. Waardoor er echt gecontroleerd werd, zodat het niet meer voor kon komen. Alleen jullie hadden al dagen van tevoren zakken met die papiersnippers in de bezemkast gezet. Dus dat waren allemaal die trucs die toen ontzettend leuk waren. En tegenwoordig kan het niet meer. Maar daar wil ik het graag met jullie hebben op 6 april. Tot dan.